Meer voor elkaar is een welzijnsorganisatie. En wij zijn er eigenlijk in Wijchen en in de gemeente Druten. En wij willen er zijn voor de inwoners op het moment dat zij vragen hebben met betrekking tot welzijn. Kind- en partnerverlies. Partnerverlies, ja, dat zegt het eigenlijk al, hè? Dat zijn mensen die hebben hun partner verloren. En dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. En op het moment dat zoiets gebeurt, dan weten vaak mensen niet van oké, waar kan ik heen met mijn verdriet. Ursula heeft zelf haar partner verloren. Haar vrouw Janneke overleed op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Rouw is een raar ding. En daar sta je heel erg alleen in. En dan is het super fijn om te kunnen delen van de dingen die het met je doet. En dan is het fijn om een clubje te hebben waar je dat echt mee kunt delen. Die hetzelfde of vergelijkbaars hebben meegemaakt. Waar je dus ook hetzelfde proces een beetje mee doorloopt. Met een groepje van ongeveer 8 personen doorloop je een programma waarin je het verlies van je partner bespreekt met andere lotgenoten. De bijeenkomsten beginnen altijd rustig met een kop koffie. En dan kijken we altijd terug van, goh, hoe ben je de vorige keer naar huis gegaan? Zijn er nog dingen waar je tegenaan bent gelopen? En dus een stukje reflectie, dat is heel belangrijk. En vervolgens dan gaan we aan de hand van een programma gaan we dan kijken van, oké, wat staat er deze keer te bespreken? Dat is over het algemeen een hele fijne samenwerking, want ja, mensen kunnen stilstaan bij hun verdriet, maar ze kunnen ook gewoon met elkaar lachen, omdat er ook heel, ja, mensen hebben natuurlijk ook veel leuke dingen meegemaakt en die herkenning die is zo belangrijk. Onderwerpen die jij niet zo snel zou aankaarten, die kaarten zij wel aan. En dan is het ook fijn om bijvoorbeeld over de laatste dag of over de laatste week of hoe was de uitvaart of wat heb je nog tegen elkaar gezegd op het laatst? Weet je, dat soort dingen. Mensen stellen die vragen niet meer. Ursula vindt veel herkenning in de verhalen die worden gedeeld tijdens de bijeenkomsten. Dan is het ook heel belangrijk om toch dat stukje wat je eigenlijk alleen hebt gedaan, om dat ook te delen met anderen. Mensen uit de omgeving, dan deel je vaak de herinnering aan Janneke in dit geval. En met lotgenoten deel je meer het gevoel en de ervaring.